Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe waren de kermissen van, inmiddels is zondag van gisteren. De drie kermissen die we gedaan hebben samen met Ger en Ricardo. De eerste was Bergen op Zoom. Dat was de allereerste kermis waar we naartoe gegaan zijn. Die is me echt positief is me die meegevallen. Het was echt een super kermis. Hij was zelfs nog leuker dan 2 jaar terug, vond ik. Het was echt een geweldige kermis. Het was echt ontzettend mooi. De Decadence of zo stond er. Het was wel echt een ontzettende mooie toevoeging. Ja, voor mij was het de Decadence. Want die andere, dat was de Breakdance. Dus een super kermis. Zeker weten. Als je daar in de buurt bent, om daar eens even langs te gaan. Want het is echt een hele leuke kermis om te doen. Nou, de tweede kermis, dat was de kermis in, hoe heette dat plaatsje ook weer? Heel raar plaatsje was het. Leidse Gouw of zo heette dat. Of nee, hoe heette dat nou? Delfgouw. Delftse Gouw of zo heet dat. Nou, dat was echt een kermis van niks. Jullie hebben het gezien. Was een reportage van 6 minuutjes of zoiets. En dan, het was niet echt veel. Toen gingen we door naar de megakermis in. Tot nu toe mijn allerbeste kermis. We zijn er natuurlijk nog een hele hoop zijn er nog te doen. Want het is nog maar allemaal net begonnen, de kermissen en zo. Maar deze staat momenteel nu op nummer 1. De Haag was echt een ontzettende mooie uitgebreide kermis. Jullie hebben de uitgebreide reportage gezien. Het was echt geweldig. Ik heb echt genoten. Het was een mooie kermis. Het was een leuke kermis. Heel veel aanbod, heel veel attracties. De breakdance die ook weer een enorme goede show weggaf. Ik vond zelfs moet ik even kijken, de Caribbean Dance Party is dat. Die vond ik ook wel een hele goede show weggeven. Ja, en de breakdance was gewoon geweldig. Een andere breakdance. Ik had deze breakdance volgens mij nog nooit gehad. Want dit was een hele andere breakdance. Ik zeg altijd de overdekte. Dat is met dat met die muur erachter. Dat noem ik altijd de overdekte breakdance. Een hele andere die we normaal altijd hebben. Want normaal is die niet roze of zo? Want er zat ook een stuk roze zat erin. Maar die show, jongen, bij het begin. Alle lichten uit. En dan die hele grote bol die helemaal, die disco bol die helemaal belicht werd. Fantastisch. Ik heb echt een hele leuke kermis meegemaakt. Ik ben er echt vol lof over. Ik ga dadelijk beginnen met editen al. Ik ga dadelijk al de eerste vlog ga ik alvast even editen. Dat is die van Bergen op Zoom. Die komt als het goed is. Voor mij komt die morgen al. Dus super kermis. Echt een ontzettende goede, leuke kermis waren het. Delfgouw dan, maar dat was echt ook maar een heel klein dorpje. Dus die hebben natuurlijk maar een hele kleine kermis. Heel erg beperkt is het allemaal. Maar het was gewoon een superleuke kermis, jongens. Ik heb me weer reuze vermaakt. De Haag was echt de allerbeste die ik tot nu toe gedaan heb. Het was echt een fantastische kermis. En als dit 2022 is met grote kermissen, nou, dan staat er nog een hele hoop leuke dingen staan er nog te wachten. Want deze mega kermis was echt, was zo ontzettend tof. Begin ben je gecontroleerd, kreeg je zo'n staaf, werd er gekeken of dat je wapens en dingen bij je had. Een goede zaak. Ik zat eerst nog een beetje erover te klagen, maar ja, in principe is het eigenlijk wel een hele goede zaak dat gewoon gecontroleerd wordt. Zo is het voor iedereen leuk op de kermis en gebeuren er geen gekke dingen, geen rare dingen en zo. Want het kan af en toe nog wel eens uit de hand lopen op de kermissen. Kijk maar naar Spijkenisse. Als het goed is zou die binnenkort ook weer zijn in Spijkenisse. Nou, ik
heb geen hoge pet op voor de kermis in Spijkenisse. Die is altijd heel erg tegenvallen, vind ik altijd. Vind ik echt totaal helemaal niks. Maar ja, we gaan het wel zien. In ieder geval, als dit... de toekomst is voor dit jaar van de kermissen, dan zie ik het wel heel erg vol met vertrouwen zie ik het tegemoet. Want het waren echt super kermissen. Leuke kermissen waren het. En dat geeft wel weer vertrouwen voor een paar hele leuke kermissen die we dit jaar weer gaan doen. Want we zijn er nog lang niet. We komen nog een heleboel. Rotterdam die komt nog. Er komen er nog echt een heleboel. Dus hou het kanaal in de gaten. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even de vlog. Dit was even de review van de afgelopen 3 kermissen die we gedaan hebben. Volgende week gaan we waarschijnlijk 2 dagen gaan we naar kermissen. Dus dan heb ik nog heel veel meer kermisreviews voor jullie op de planning staan. Dus hou het kanaal in de gaten. We gaan volgende week is het Koningsdag. Dan gaan we echt een heleboel dingen gaan we doen. Of Pasen is het volgens mij. Dus we gaan een heleboel kermissen gaan we nog doen. Bedankt voor het kijken. Groetjes van deze kant. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Like deze video en alle andere video's met een dikke duim omhoog. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog binnenkort hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.